Wat kun je doen met een kompas? Of als je kijkt naar de sterren? Of misschien met Google Maps? Je kunt hiermee de plaats van iets bepalen. En daar gaan we het over hebben. Plaats bepalen. Wat houdt dat in? Nou, stel je voor je bent op de fiets, dan ben je natuurlijk op een bepaalde plaats. En als je aan het fietsen bent, dan kom je automatisch eens een keer op een andere plaats. En het verschil tussen die twee plekken, bijvoorbeeld 20 meter, ja, dat noemen we verplaatsing. Dus je hebt plaats en je hebt verplaatsing. Je begint op een bepaald moment te fietsen en stel je voor je hebt een stopwatch bij, die zet je op 0 seconden en na 20 meter blijkt dat hij 5 seconden erover doet. Ook hier weer, je hebt tijd en het verschil ertussen, dat is de tijdsduur. Eerst even de plaats. Ja, in natuurkunde gebruiken we allemaal symbolen en het symbool voor plaats is de kleine letter x. 0 meter of 20 meter. Er is een eenheid en de eenheid is dus meter. Plaats x, verplaatsing, dat is ook een x, maar dan doen we er een driehoekje voor. En het driehoekje is de Griekse letter delta. En het verschil erin is dus de eind min begin. Voor de tijd, hetzelfde iets, ook hier hebben we natuurlijk een symbool voor. En dat is de kleine letter t. Eenheid voor tijd is de seconde. Nou, tijd, verandering van tijd is hier ook weer een delta, maar dan delta t. Ja, ook hier weer is eind min begin. En hier krijg je dus dat het is 5 min 0 is 5 seconden. We gaan even terug naar de plaats. Wat is de verplaatsing? Nou, dus eind min begin. En begin is deze notatie. Ja, x tussen haakjes 0, dat betekent de plaats na 0 seconden, oftewel beginplaats. En evenzo is natuurlijk x5 is de plaats na 5 seconden, oftewel de eindplaats. Dus in dit geval is delta x eind min begin is dus 20 meter en let op de notatie. En hoe kun je nog meer met plaats en verplaatsing bezig? Nou, bijvoorbeeld met een stroboscopische foto. Wat heb je voor een stroboscopische foto nodig? Een stroboscoop. Stroboscoop is een lamp die behoorlijk snel aan en uitflitst. Ja, nou, eventjes hier, stroboscoop. Ja, en die flitst dus aan en uit. En dan laten we iets ervoor bewegen. Ja, dat is een balletje of zoiets. En die laat je vallen. En als het valt, iedere keer als er flitst, nou, dan zien we het balletje op een bepaalde plek. En goed, je ziet het, maar je kunt het natuurlijk ook vastleggen. Dus pak een fototoestel en de sluiter laten we open. Je doet dit in het donker. En dat betekent dus in het donker dat iedere keer als er een flits is, dat er een foto van wordt genomen op één en dezelfde foto. Nou, die foto bekijken we dan eventjes. En zie je dus op de foto, even uitvergroten, goed zo. Ja. En dan zie je dus op die stroboscopische foto de positie van het balletje op de diverse plekken. En dan kun je mooie foto's maken, bijvoorbeeld dit, ja, een tafelvoetbalspel. En zie je balletje dus op diverse plekken verschijnen. Wat kun je hier zien? Nou, je kunt bijvoorbeeld zien dat de baan van het kogeltje of van de bal. Nou, die verandert daar, hè. Hij komt daar even tegen de speler aan en dan gaat hij die kant op. En je kunt ook zien dat de snelheid verandert. Ja, want je ziet dat in het begin de afstand groter is dan op het eind. En omdat de tijd gelijk blijft, ja, de stroboscoop flitst iedere keer met een vast aantal flitsen per seconde, zal die ook gelijk blijven en betekent dus een grotere afstand, een grotere snelheid. Een voorbeeldje. Stel je voor een auto, ja, en je hebt een stroboscoop en die flitst 10 keer per seconde. Oké. We gaan eventjes iedere keer de voorwiel doen. Je mag ook het achterwiel doen, zolang je maar iedere keer hetzelfde doet. En dan zie je dus dat hij begint op 0 meter. Ja, op t is 0, is de plek ook 0. Na één flits, ja, en 10 keer per seconde dus
na 0,1 seconde is hij 7 meter verwijderd. Ja, de verplaatsing is 7 meter. Weer een flits verder is de plek 26 meter. Nou, et cetera, et cetera. Ja, op deze manier kun je iedere keer de plaats bepalen. En deze kun je dan in een grafiek zetten. En zie je dus hoe de beweging verloopt van die auto. We noemen zo'n grafiek het afstand-tijdsdiagram. Of ook wel plaats-tijdsdiagram genoemd. XT-diagram. Een andere manier om plaats te bepalen is de ultrasonische plaatssensor. Wie hebben zo'n plaatssensor? Zo'n plaatssensor die gaat een geluid uitzenden. Nou, dat geluid kun je normaal niet horen, hè, want het wordt met de frequentie gedaan dat ver boven de gehoorgrens van de mens zit. We noemen dat een ultrasoon geluid. Nou, geluid, weet je zo de geluidssnelheid? Dat is 343 meter per seconde. Behoorlijk snel. Nou, ja, tijd natuurlijk moet er ook bij gaan. En op het moment dat hij een geluid wegzendt, drukken we het stopwatch in. Ja, het geluid komt tegen het voorwerp aan, in dit geval een auto. En de auto die reflecteert het geluid. Zo, de andere kant weer op. En op het moment dat de plaatssensor het geluid weer terug ontvangt, wordt de tijd gestopt. Nou, stel je voor, hè, je meet dat de tijd na een halve seconde terugkomt. Wat is dan de afstand die die auto heeft? 343 meter per seconde, het duurt een halve seconde, dus hoeveel heeft hij afgelegd? Dat is dus de helft van 343, oftewel 172 meter. Maar die 172 meter is wel heen en terug. Oftewel de afstand is niet 172, maar 172 gedeeld 2 is 86 meter. Behalve een ultrasonische plaatssensor hebben we ook bijvoorbeeld een lasergun, populair bij snelheidscontroles. En dat is eigenlijk hetzelfde principe, alleen het wordt niet met ultrasoongeluid gedaan, maar het wordt met lichtsnelheid gedaan. Ja, en lichtsnelheid is 3 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. En dat is behoorlijk snel. En zo kun je dus zeggen van alles heeft zijn plaats, niet alleen de mens, ook de aarde, de zon in het heelal, et cetera, et cetera. Een prachtig idee om nu af te sluiten. Bedankt en tot horens.